geloven er heilig in. Leveranciers ontvankelijke standaarden zorgen ervoor dat de data her te gebruiken is binnen je eigen organisatie en tussen organisaties. We hebben dus ook hard meegewerkt aan het totstandkoming van de BGT. We hebben hard meegewerkt bij de totstandkoming van de Nederlandse CAD-standaard. Bij de uitwisselingen tussen deze twee standaarden, bij de ETIM-classificatie uitbreiding met reken- en tekenparameters en zo kan ik even doorgaan. Omdat we daar nu eenmaal enorm in geloven, standaarden helpen, bruggen creëren. Maar het is niet te stoppen, dit gaat door, dit is wereldwijd aanwezig, want we kijken naar een perron, we maken een foto van een perron en je ziet dat er één persoon niet met zijn smartphone bezig is en die is uiterst verdacht. Want dat is de nieuwe wereld. En zo gaat hij dus verder. Want die smartphone is de volgende evolutie. Natuurlijk is dat het ding wat alles gaat doen. Van mainframe naar mini, naar pc, naar smartphone. We zien eigenlijk dat door het overhandigen van informatie we fouten maken, fouten doorgeven, die eigenlijk toch wel continu tot gevolg hebben dat de ontvanger niet krijgt waar hij om vraagt. We hebben het hier over klanten. Maar we kunnen ook over andere afdelingen, andere bedrijven waar wij modellen, tekeningen, informatie naartoe sturen. Dat is een stuk heftig. Daar zullen we vandaag een heleboel over te horen gaan krijgen. En wat zou er nou mooier zijn dan dat je een bril opzet en in je bril de betreffende leidingen ziet. U ziet ze hier niet, maar ik kan u verzekeren, ook dit gebouw zit er vol mee. En hoe mooi zou het zijn dat je niet meer op tekeningen hoeft te zoeken. Die tekeningen worden dan uitgelegd, dat zijn altijd van die onmogelijke formaten. En dan moet je op die tekening gaan zoeken en kijken. En hoe mooi zou het zijn dat je die bril opzet en dat je dan de tekening voor ogen hebt en precies weet, daar moet die zitten, zo loopt die en dat is aan de hand. So for example, here we have glass fiber thread, okay? That glass fiber thread is being spun via robotic means, as you can see behind me. That is enabling us to produce a design that previously would have been thought impossible. So whatever design you may have in your mind, this new industrial revolution is going to help to make that possible. Een maand later waren we in Griekenland. Daar zijn we als Duitsers niet zo populair. Bij de paspoortcontrole schreden mij al toe: occupation? Ik zeg: no, just holiday this time.